In deze video gaan we weer vergelijkingen met de sinus en de cosinus oplossen. Alleen we gaan ze nu een tikkeltje lastiger maken. En ik begin met de vergelijking min sinus t is sinus 2t. Nou, die lijkt best wel op de formule die we in de vorige video hebben gezien. En die was van de vorm sinus a sinus b. Alleen het vervelende is dat hier nog een min voor de sinus staat. Dus ik moet proberen die min moet ik proberen weg te werken. Nou, er zijn heel veel formules met sinus en cosinus. Nou, hier heb je er een aantal van. En wat je bij vergelijkingen vaak tegenkomt is dat je minnen moet wegwerken. Dus ik gebruik er zelf vaak formule 3 en 4 voor. Dan weet je hoe je min bij de sinus weg moet werken en hoe de min bij een cosinus weg moet werken. En het voordeel van deze twee vind ik ook dat het eigenlijk op vrijwel dezelfde manier gaat. Dus ik ga formule 3 gebruiken. Dus min sinus t is hetzelfde als de sinus van t plus pi. Nou, dan is de vergelijking in de standaardvorm. En dan kunnen we hem oplossen. Nou, voordat we dat gaan doen, wil ik toch heel even inzien, waarom is die min sinus t nou gelijk aan de sinus van t plus pi? En dit soort dingen kun je eigenlijk vrij makkelijk inzien als je er even een plaatje bij tekent. Dus als je twijfelt, raad ik je altijd aan, maak even een plaatje erbij. Dus ik teken even de eenheidscirkel. En ik wil dus een verband vinden tussen die t en die t plus pi. Dus ik kies gewoon een punt op de eenheidscirkel bij een hoek t. En dan ga ik bedenken, wat is dan t plus pi? Nou, pi is een half rondje, dus 180 graden zeg maar. Dus t plus pi ligt precies aan de andere kant. En ik wil de sinussen wil ik met elkaar vergelijken. Nou, de sinus was steeds de hoogte van de punten. Dus de sinus van t, die kun je eigenlijk hier zien. En de sinus van t plus pi kun je daar zien. Nou, wat is nou het verband tussen deze twee dingen? Ja, ze zijn eigenlijk even groot. Alleen de een zit op de positieve as en de andere op de negatieve as. Dus de sinus van t is min de sinus van t plus pi. Of, hè, het maakt niet uit aan welke kant je de min neerzet. Dus als je hem zet zoals op het formuleblad, dan is het min sinus t is gelijk aan de sinus van t plus pi. En eigenlijk kun je de meeste van deze formules met een plaatje vrij eenvoudig inzien. Nou, om dit in je vingers te krijgen, zul je gewoon veel vergelijkingen moeten oplossen. En waarschijnlijk zul je dan een aantal formules al wel uit je hoofd kennen. En mocht je dus twijfelen, schets dan altijd even een plaatje. Oké, nu gaan we die vergelijking even oplossen. Dus de volgende stap is dan dat t plus pi gelijk is aan 2t plus k mal 2 pi. En zet altijd meteen de tweede tak ook bij. Dus dan heb je t plus pi is pi min 2t plus k mal 2 pi. Dan ga ik de linkertak uitwerken. Dus dan breng ik eerst die 2t naar links. Dus ik haal aan beide kanten er 2t vanaf. Dus dan vind ik min t plus pi is k mal 2 pi. Dan breng ik die pi naar rechts. Dus aan beide kanten haal ik een pi vanaf. En als laatste stap doe ik alles keer min 1. En dan vind ik t is pi min k mal 2 pi. En nou gedachte die k mag positieve en negatieve getallen zijn, gehele getallen. Dus dit betekent eigenlijk gewoon zoiets als dat je pi hebt, maar je mag steeds veelvouden van 2 pi erbij optellen of ervan afhalen. Nou, ik schrijf het vaak liever zelf dan met een plus op, want het komt in dit geval toch op hetzelfde neer. Dan ga ik de rechtertak uitwerken. Dan breng ik eerst die min 2t naar links, dus ik tel aan beide kanten 2t op. Dus dan vind je 3t plus pi is pi plus k maal 2 pi. Dan haal ik aan beide kanten er pi vanaf. En dan vind ik dus 3t is 0 plus k mal 2 pi, of korter geschreven 3t is k mal 2 pi. En als je door 3 deelt, vind je t is k mal 2 derde pi. Dan gaan we de vergelijking bekijken met een sinus en een cosinus. Dus de sinus van 3t is de cosinus van t plus 1,5 pi. En dit kunnen we alleen maar oplossen als we of van die sinus een cosinus maken, of van de cosinus een sinus. Nou, er zijn weer twee formules voor die er handig voor zijn. Dat is formule 7 en 8. En die gaan eigenlijk weer op dezelfde manier. Dus als ik van die sinus een cosinus wil maken, dan gebruik ik regel 8. En die formule is waar voor alle t. Dus ook als ik voor t 3t lees, blijft die formule waar. Maar dan moet ik aan de linkerkant van de is ook daar 3t invullen. Dus de sinus van 3t is dan de cosinus van een half pi min 3t. En dan krijg ik dus deze vergelijking. Stel dat je het niet met cosinus had willen doen, maar je had het met sinus willen doen. Dat had natuurlijk ook gekund. Dan had ik juist de rechterkant moeten aanpassen. Dus dan had ik formule 7 gebruikt. En ook daar weer, in plaats van die t, lees ik nu t plus 1,5 pi. En als je dat invult, dan krijg je dat dus een sinus wordt van een half pi min. Maar dan moet je wel even dat hele stukje tussen haken zetten, die t plus 1,5 pi. En daarmee had je het ook kunnen oplossen. Maar goed, ik ga het voor de cosinus doen. Hoe gaat het dan weer verder? Dan krijg je dat een half pi min 3t gelijk is aan t plus 1,5 pi plus k mal 2 pi. En de andere tak is dan een half pi min 3t is gelijk aan min. En dan tussen haakjes t plus 1,5 pi plus k mal 2 pi. En denk ook echt aan die haakjes. Het is veel voorkomende fouten dat mensen dat vergeten. Nou, dan ga ik de linkertak uitwerken. Dan breng ik eerst de t naar één kant. Dus ik haal aan beide kanten er t vanaf.
Dan vind ik een half pi is min 4t. En aan de andere kant anderhalf pi plus k maal 2 pi. Dan brengt hij half pi naar rechts. Dus ik haal aan beide kanten een half pi weg. Dan vind ik min 4t is pi plus k maal 2 pi. En dan deel ik alles nog door min 4. En dan vind ik t is min een kwart pi min k maal een half pi. En ook hier vind ik het weer mooier om te schrijven als t is min een kwart pi plus k maal een half pi. Dan de rechtertak. Dan werk ik eerst de haakjes weg. Dus dan krijg ik aan de rechterkant min t min anderhalf pi plus k maal 2 pi. Dan breng ik de t naar één kant. Dus ik tel aan beide kanten er t bij op. Dus dan vind ik een half pi min 2t is min anderhalf pi plus k maal 2 pi. Dan breng ik die half pi naar rechts. Dus ik haal aan beide kanten een half pi ervan af. En dan vind je min 2t is min 2 pi plus k maal 2 pi. En als je dan alles door min 2 deelt, dan vind je t is pi min k maal pi. Of als je het mooi schrijft, t is pi plus k maal pi. Dan een vergelijking die er even echt wat anders uitziet. Hier hebben we vergelijkbaar alleen maar sinus in voorkomen. En wat hier vaak de aanpak is, is substitutie. Dat is een moeilijk woord voor vervangen. Dus ik ga nou die sinus t ga ik vervangen door p. Maar ja, dan is p kwadraat sinus kwadraat. En die vergelijking kan ik dan schrijven als p kwadraat plus anderhalf p min 1 is 0. Deze vergelijking vind je waarschijnlijk een stuk eenvoudiger om op te lossen. Dus dit kun je in het ergste geval met een ABC-formule of met kwadratensplitsen doen. Maar deze kun je ook nog wel ontbinden. En als je dat doet, vind je de ontbinding p min een half maal p plus 2 is 0. Dus hier volgt dan uit dat p een half moet zijn of p moet min 2 zijn. Maar ja, p was sinus t. Dus eigenlijk is het probleem als je die wil oplossen, sinus t is een half of sinus t is min 2. Dus als we dit kunnen oplossen, dan hebben we de oplossingen van de beginvergelijking gevonden. Dan begin ik de rechterkant, die is het makkelijkst. Een sinus zit altijd tussen de min 1 en de plus 1. Dus in dit voorbeeldje heeft deze tak geen oplossingen. Nou, dan gaan we de andere kant doen. Sinus t is een half. Nou, dan moet ik dus eigenlijk de sinus wegwerken. Dat deed je met sinus invers. Dus als je dat op je rekenmachine intikt, dan vind je 0,52 afgerond. En als je het exact doet, ja, als je dit door pi deelt, dan komt er precies 1 zesde uit. Is het 1 zesde pi. Dus een half is eigenlijk hetzelfde als de sinus van 1 zesde pi. Dus eigenlijk staat de vergelijking sinus t is sinus 1 zesde pi hier. Dan is t dus gelijk aan 1 zesde pi plus k maal 2 pi. Of t is gelijk aan pi min 1 zesde pi plus k maal 2 pi. Oftewel 5 zesde pi plus k maal 2 pi. Nu hebben we drie vergelijkingen gedaan. Wat altijd goed is als je vergelijking oplost is, controleer even je antwoorden. Dus als je gewoon die t invult in de beginvergelijking, dan kun je vrij snel checken of je geen foutjes hebt gemaakt.